Emma Baad. Beste broeders en zusters, we gaan verder met de les, eigenlijk de laatste les, over de voorwaarden van het gebed. En de fundamenten en de zuilen en de verplichtingen. Vandaag, inshallah, gaan we de rest behandelen. Eigenlijk degene wat we nog over hebben gehad. We hebben de voorwaarden eigenlijk, hebben we nu gehad. En we hebben het helemaal gehad in de eerste lessen. We hebben het ook over de Surat al-Fatiha gehad en de rest van de voorwaarden. We waren begonnen met de fundamenten of de zuilen van het gebed. Als we het hebben dus over een zuil, wat wordt ermee bedoeld? Wat is het belang van deze zuil in het gebed? Ik vraag jullie. Wat gebeurt als je deze fundament vergeet? Ja. Dan geldt je gebed dus niet. En we hebben er een paar gehad. Als eerste, zeg maar, hebben we het gehad vorige week, of in ieder geval de week daarvoor zelfs, hebben we het gehad over het staand zijn. Dat je in ieder geval staand bidt. Zolang je daar mogelijkheid tot hebt. En dat het eigenlijk een fundament is, dus als je dit laat, terwijl je mogelijkheid hier hebt, als het gaat om jouw farida, jouw verplichte gebed, dan is jouw gebed niet geldig. Maar als het gaat om een nefila, in die vrijwillige gebeden, dan is dit toegestaan om zitting te doen, maar zoals de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, is de helft van degene, dus als je gaat zitten, terwijl je kan staan, is dit de beloning daarvan, is de helft van degene die staat. Dus je zal minder beloning krijgen, omdat jij toch kan. Als je niet kan, dat is een ander verhaal. Daarnaast, takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram is natuurlijk dat je de eerste takbir die je doet. Daarmee begin je de salah. Heb je geen takbirat al-ihram gedaan, ben je nooit in de salah gaan. Dus daarom dien je daarmee te komen. Daarnaast de recitatie van Surat al-Fatiha. En daar hebben we het vorige week voornamelijk over gehad, dat jij Surat al-Fatiha leest. Dus als jij Surat al-Fatiha hebt gereciteerd, dan heb jij juist, dus jouw gebed inshallah, juist, want als je deze vergeet, dan is jouw salat niet geldig. Nu gaan we verder met hetgene waar we gebleven waren. Als eerste wat hij zegt, wa ruku' wa rafa' minhu. Hij zegt, door ruku'. Ruku' is zelfs iedereen bekend, is dat men dus in een buiging gaat. En de beste manier van buiging, als deze zo, eigenlijk zo recht mogelijk, een soort 90 graden heeft. Dat een persoon op 90 graden is, dat je gewoon iets op zijn rug zou kunnen zetten. Dat is de beste manier. En niet als een banaan, zeg maar, zo half schuim of zo. Nee, het is gewoon 90 graden, zodat hij precies goed zit. Dat is, zeg maar, de juiste manier van ruku'. Ruku' en een rafa' minhu. En niet dat je ook ervan terugkomt. Dat is een fundament. Als iemand dat vergeet, bijvoorbeeld, en dat is eigenlijk niet zo echt makkelijk om te vergeten. Dat is heel duidelijk van het gebed, iedereen weet dit. Maar als het toch voorkomt dat je in de sujud gaat en dat je opeens denkt, ik ben ruku' vergeten, dan moet je dus terugkeren naar ruku'. Ook al ben je dus in sujud, je moet terugkeren naar hetgene waar het fout ging. En vanaf daar je salah verder afmaken. En op het einde dan sujud zo verrichten. Dat zijn, zeg maar, dus al twee bij elkaar. Hij zegt daarna, zegt hij, was sujud ala al-a'dha al-sab'a wal-i'tida'u min. Hij zegt dat jij sujud verricht op de zeven stukken, als je het zo kan zeggen. Zeven punten. En daar komt straks de hadith voor, wat hij zegt, dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zei, umirtu an-asjuda ala sab'ati a'dham. Op zeven stukken, kan je zeggen. En die zeven stukken zijn jouw handen, jouw knieën, jouw voeten en jouw gezicht. En dan met het gezicht voornamelijk de neus en het voorhoofd. Dat wordt bedoeld met de zeven dingen. Omirtu en astuda ala sab'ati a'dham. Yani de zeven stukken, zeven zaken, of zeven botten, zeg maar, wordt mee bedoeld. Jouw handen, jouw knieën, jouw voeten en jouw gezicht. Dit, zeg maar, is een totale sujud. En elke sujud, elke knieling die jij doet, heeft dus deze punten nodig. Als je dus toevallig toch jouw hand op, de hele tijd ophoudt en je hebt maar één hand, dan betekent dat deze sujud niet geldig is.
Als jij zeg maar hand op je rug gaat zitten, ook niet. En noem maar op. En niet dus deze zaken, tenzij je niet anders kan. Je kan bijvoorbeeld geen sujoed doen wegens jouw gezondheid enzovoort. Dan heb je natuurlijk een andere hukum. Maar we hebben het niet over, als je het kan, dan dien je dat te doen. Wegens ook de hadith die dus overgeleverd is. In onder andere Sahih Muslim. Daarna zegt hij daarna... على سبعة على أعضاء السبعة والاعتداء منه والجلسة بين السجدتين. هذا هو الاعتداء والاعتدال منه. إذا تجدس رختفادك بين ديت يعني اعتداء ورما يبدو رختفادك هاد لا ترك من نزيف من دشاي رست نيمت إن ياو إن ياو زاك الاعتداء تراوس وبنيت عفان إذا تجاي كوية من يستزيد والجلسة بين السجدتين ده تجدس زيت تسا de sejdatein. Je hebt dus de sujoed, el jilsa en dinges. Allemaal vallen dit onder zuilen waar je allemaal aan dient te houden. Daarna komt de sheikh rahimahullah met de bewijzen daarvoor. Alle bewijzen die zeg maar daarmee te maken hebben. Hij zegt als eerste komt hij met de hadith anhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Yani op zeven stukken of zeven botten. En dat zijn zeg maar. Maar deze hadith is duidelijk wat jij, dat jij en daarmee een sujoed moet verrichten. Daarna zegt hij zegt als eerste daarvan, ben vergeten jij jullie die namen, ruk'u, wasjudu. O jullie die geloven, verricht de ruku' en verricht de sujoed. Dit zijn zeg maar kniel en buig, of buig en kniel. Dat is allemaal, en Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wasjudu, yani met een amr. Allah subhanahu wa ta'ala beveelt jullie. Dus dat betekent dus dat je daaraan moet houden. En moet houden en dat ze voor als bewijs gebruikt onder andere. Wel hadith anhu sallallahu alaihi wa sallam ala sab'ati adam wa tama'nina fi jami' al-af'aal. Dit is ook een rukun. Volgende zuil is dat jij dus rust bewaart. En dat wordt me bedoeld, die rust, die andere niet. Maar deze, wa tama'nina fi jami' al-af'aal, dat jij rust neemt in elke ding die je doet. Ga je staan, niet dat je zeg maar net zoals je soms bijvoorbeeld bepaalde filmpjes ziet, zeg maar dat ze zeggen Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, en dat is de salah. Nee, je moet rust nemen. Rust in jouw salah. In jouw salah is zeg maar duidelijk. En sowieso, dit is eigenlijk ook jouw khushu', jouw concentratie in jouw gebed, wordt gezien als zeg maar als jouw ziel in jouw gebed. Des te beter, zoals we ook in de eerste les hebben gehad, des te meer jouw concentratie is, des te meer jij uiteindelijk jouw bulqiyama van dit gebed te zien krijgt. Omdat jij des te meer je daarvan aan hebt gehouden en des te beter het is. En het tamaknina, het rust nemen in elke situatie, is eigenlijk ook een bewijs dat jij dus geconcentreerd bezig bent. En deze tamaknina kan alleen maar dus dat jij bezig bent. En dat hadith is degene ook de bewijs die hij neemt. Wat tartibu bin al-arkan zegt hij eerst. Ook daarnaast dat alles op volgorde is. Niet dat je voor dit sujoed doet. Dan ga je staan en dan ga je ruku' doen. En dan ga je zeg maar even tashahhud doen. En dan ga je wat je zelf wil. Nee, het moet op tartib volgorde. En daarover is de hadith beide allemaal eigenlijk ook. Is de hadith duidelijk van hadith Masih Salati aan Abi Huraira radiyallahu anhu. Qal. Deze hadith die Abu Huraira radiyallahu anhu. Dus overgeleverd, hij zegt dus بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ادخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Deze hadith geeft aan dat hun Abu Huraira en andere sahaba zaten bij de Nabi صلى الله عليه وسلم, dat er een man binnenkwam en hij ging bidden. En daarna liep hij naar de Nabi صلى الله عليه وسلم en hij groette hem. Toen hij dit zei, toen zei de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Fa'alaha thalathan. En hij zegt, keer terug en bid. Want je hebt niet gebeden. Keer terug en bid, want je hebt niet gebeden. Omdat zijn gebed niet juist was. En omdat zijn gebed niet juist was, moest hij dus terugkeren. En moest hij zijn gebed overnieuw doen. En hij deed het drie keer. Toen maqal, walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyyan, la ahsan ghayra hadha. Deze man, hij had het dus drie keer gedaan. En toen opeens, toen zei hij, wallahi, jij bent gestuurd, duidelijk als een profeet met waarheid. Hij zegt, en ik kan niet beter dan dit.
Toen zei de Nabi, toen verallemani, toen zei hij, toen heeft hij mij geleerd. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha qumta ila as-salat fakabbir. Als je staat in het gebed, fakabbir. En Allah zegt, Allahu akbar. Thumma aqra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Lees wat van de Koran. Lees wat je kan van de Koran. Thumma arka' hatta tatma'inna raki'an. En daar komt zeg maar het bewijs dat je rust moet hebben. Hij zegt, irka' yani buig totdat, hij zegt, hatta tatma'inna raki'an. Totdat je zeg maar eigenlijk in rust een ruku' hebt bereikt. En niet dat jij met rust zit, dus in jouw ruku'. Daarna zegt hij, thumma arfa' hatta ta'tadil qa'iman. Hij zegt, en daarna al-i'tidal, dus zie je dus wat al-i'tidal is, en niet staan. Staan in het gebed. En thumma arfa' hatta ta'tadil qa'iman. En ga dan zeg maar, omhoog totdat je weer staat. Totdat je weer staat. Thumma sjud hatta tatma'inna sajidan. Daarna ga in buiging totdat jij in rust, zeg maar, in, of een knieling, totdat zeg maar in het rust in knieling zit. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Yani, daarna ga je omhoog en blijf je zitten in rust. En doe dat de rest in je heel gebed. Dus de Nabi sallallahu alaihi wasallam heeft hier hem geleerd hoe hij moet doen tijdens het gebed, omdat hij met al zijn stuk rust moet bewaren. En met dit bewijs, want hij zegt ook, het gaat dus uiteindelijk aan dat je dus je rust moet bewaren. En dat is het bewijs, ten eerste, dat hij zeg maar je rust moet bewaren. En ten tweede ook dat alles op volgorde moet zijn. Dat alles op volgorde moet zijn en dat je niet anders kan. Daarna gaat hij verder en hij zegt, wat tashahud al-akhir ruknun mafroodun. Yani, en de laatste tashahud, wat je zegt, dus het tahiyyatu lillah en het tot akhir. Deze, zeg maar, is ruknun mafroodun. Tijd. We hebben het dus nu over het tahiyyat al-akhir. Tijd, en het tahiyyat al-awwal. Zijn we die vergeten? Of heb ik die gezegd? Of weten jullie het niet meer? Die min al-wajibat, die komt straks. Het is niet min al-mafroodat. Dus als iemand, zeg maar, zijn eerste tashahud vergeet... En hij zeg maar, hij heeft zeg maar in de tashahud, hij gaat gelijk 4 rak'at achter elkaar bidden zonder tashahud. En hij was het vergeten. Dan is zijn salah nog gewoon geldig. Maar als hij de laatste vergeet, dan is zijn salah niet geldig. En dat is het verschil, en dat de hadith zullen wij later daarover behandelen, inshallah. Nog iets als het gaat om het tama'anina. Wat is, wanneer is nou iets tama'anina? Wanneer is nou eigenlijk, heb je de rust bewaard in jouw gebed? Hetgene wat ik begreep heb van Sheikh Ibn Jabir tijdens zijn les van Manhaj Salikin, is dat hij zei, als jij dus gewoon normaal 3 keer kan zeggen, bijvoorbeeld Subhani Rabbi al-A'la, op zijn rust, en dat je zegt bijvoorbeeld tussen de sajdatayn, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, rustig. Als je dat kan zeggen, dan heb je, zeg maar, heb je gewoon het tama'anina, je rust bewaard in jouw gebed. En niet, zeg maar, sommige mensen is klaar, Allahu Akbar. En ze zijn nog niet eens, zeg maar, klaar met de ruku' en ze zijn alweer omhoog aan het gaan. In 1 beweging. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu Alhamdulillah. Allahu Akbar, sami Allahu Alhamdulillah. Dat is niet goed. Je moet je rust bewaren. Elke keer, als je in elke situatie die je gebruikt, moet je nemen je rust. Want dat is natuurlijk wel het belangrijkste wat je moet doen. Daarna zegt de hadith, hij zegt, كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن ينفرض علينا التشهد. En de hadith heeft dus aan, wij zeiden voordat de tashahud voor ons een zeil of zeg maar een fundament was geworden. En dat, zeg maar, is het bewijs dus dat het een verplichting is. Een verplichting die wij aan moeten houden. En elk en in ons, niet een verplichting, maar zelfs een zeilfundament. Laat je deze, dan is jouw salat niet geldig. Dan gaat hij verder. Toen zeiden ze dus, hij zegt, salamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikael. Faqala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ze zeiden, assalam ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikael. Deze woorden zeiden. In plaats van het tahiyyat, zeiden ze dit. Het tahiyyatu lillahi wa salatu ila akhiri. Dit zeiden ze niet. Ze zeiden assalamu ala Allahi min ibadihi. Fa inna Allah. Daarna zei
Toen zei de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toen hij dit terug zei, zei hij: La taqulu assalamu ala Allah min ibadi. Je mag dit niet zeggen. Zeg niet zeg maar assalamu ala, ala Allah. Fa inna Allah huwa assalam. Want Allah azzawajal is de salam. Walakin qulu attahiyyatu lillahi wa salatu tayyibat wa salamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. En de rest van de shahud zegt deze. Deze dien je te zeggen en niet hetgene wat jullie zeggen. En dat is natuurlijk het bewijs dat aangeeft dat wij dit dienen te zeggen. Daarna zegt hij: wa ma'na attahiyyat. De betekenis, daarna gaat hij dit uitleggen, want we hebben het toch gehad vorige week dat we zeiden: een van de belangrijkste zaken die jij als zeg maar moslim sowieso, is dat je weet wat je zegt in de salah. Daarmee verkrijg jij meer concentratie in jouw gebed. Meer concentratie tijdens jouw gebed. En zo zal je zeg maar uiteindelijk deze gebed jou helpen. Dag des oordeels. Hij zegt: het tahiyyat jami'a ta'zimat lillahi munkan wa istihqaqan. Hij zegt: elke vorm van dat jij Allah azza wa jal eert en prijst en zeg maar vergeweldigt, maar dat zijn allemaal zaken, zowel alle soorten van dit is het recht van Allah azza wa jal. Dan zegt hij: mulken wa istihqaqan. Zowel zeg maar het is zijn bezit, alsof zeg maar dat het zijn recht is dat hij dit krijgt. Daarna zegt hij: مثل الانحاء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب فهو لله. Hij zegt: alle soorten zoals ركوع en السجود enzovoort, dat is allemaal لله عز وجل. Want daarmee eer je Allah عز وجل. Net zoals jij zegt tijdens de salah, nadat je heel je salah hebt gedaan of een deel van je salah hebt gedaan, zeg je التحياتu لله. En dan zeg jij dus dat al deze soorten vorm van aanbiddingen enzovoort die je hebt gedaan en soorten van zaken die je hebt gedaan, geeft dus aan dat dit allemaal voor Allah Azza wa Jal is. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Als iets van deze soort aanbiedingen gegeven wordt aan iemand anders dan Allah Azza wa Jal, dan is hij een mushrik kafir. Dan is hij uit islam, is hij mushrik, dan is hij niet, dan is hij hetzelfde als Abu Jahl en Abu Lahab, omdat hun hetzelfde aanbaden als wat jij aanbad. En dat is de shaitan. Dus jij dient daarvan weg te blijven. Was salawati ma'naha jami'a da'wat. Wa qila as-salawat al-khams. Hij zegt: was salawat ma'naha jami'a da'wat. Wa qila as-salawat. Hij zegt: alle soorten van du'a. Daarna zegt hij: wa qila as-salawat al-khams. En zegt dat hij mee wordt bedoeld as-salawat. Wallahu a'lam 'ala as-sahih. Daarna zegt hij: wa at-tayyibatu lillah. Hij zegt: Allah tayyib wa la yaqbal min aqwali wa a'mali illa tayyibha. Hij zegt: Allah tayyib. Hij zegt: ten eerste is Allah tayyib. Dit komt natuurlijk door de hadith die denk je allemaal kennen uit zeg maar 40 an-Nawawiyya. Inna Allah tayyib la yaqbal Allah la yaqbalu illa tayyib. Allah azza wa jal is tayyib en hij accepteert of hij neemt alleen maar het goede aan. Wa la yaqbal min aqwali wa a'mali illa tayyibha. Dus al jouw gebeden, jouw daden, jouw woorden, jouw zaken, al jouw harakat, al jouw bewegingen zullen alleen worden aanvaard als deze goed zijn. En wanneer zijn deze daden goed? Als basis dient het nu ten eerste voor Allah azawajal te zijn, voor hem alleen. En ten tweede moet het volgens de sunnah van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn. Daarna zegt hij: assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Hij zegt: tad'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bis salama wa rahma wa baraka. Hij zegt dus: assalamu, en daar hebben we als niet gezegd over gehad dat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalam min assalam. En die komt, assalam komt van het eigenlijk dat je jezelf vraagt om, dat jij vraagt voor de nabiy sallallahu alayhi wa sallam bescherming. Assalama. En niet per se vrede zoals zeg maar sommigen dit vertalen. Nacht wa rahma, barmhartigheid. En barakatu, yani zegeningen. Je vraagt dus al deze zaken voor een Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'a Allah. Walladhi yud'a lahu ma yud'a ma'a Allah. Assalamu alayna wa ala ibadina as-salihin. Daarna zegt hetgene, je vraagt dan: assalamu alayna wa ala ibadina as-salihin.
وتسلم على وتسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض والسلام دعاء والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. يعني iets wat nu wat waar hij het nu over hebt is dat stuk waar hij het over heeft dat hij zegt assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Hij vraagt dus assalam, als jij deze woorden zegt, vraag je de salam voor jouzelf, alayna wa ala ibadina salihin, iedereen die erbij hoort, vraag je dus assalam. Je hebt eerst gevraagd voor een nabi sallallahu alayhi wa sallam, daarna vraag je het voor iedereen. Iedereen dat hij hier zeg maar of daar ontvangt en dat allemaal zeg maar dat hij deze salam over ons heen, al deze bescherming, ons zal zeg maar beschermen voor alles wat ons zeg maar wordt toegebrokkend. Daarna zegt hij was salihuna yud'a lahum wa la yud'auna ma'allah. En die salihuna wordt voor gevraagd en wordt niet samengevoegd met Allah azza wa jalla. Wordt niet gezegd salam ala Allah wa ibadina salihin zoals in het begin stond. Want in daar zeg maar, dat was de manier die niet, dat zeg maar wat je samen kon verrichten. Maar je doet het altijd apart uit elkaar. Daarna zegt hij, ashadu an la ilaha illallah. En daarna zeg je dus de tashahud, wahduhu la sharika lah. Tashahudu shahadatan yaqeen annu la yu'bad fil ardi, wa la fil samai bihaqin illallah. Tijdelijk zeg maar dat het tawhid is. La ilaha illallah, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve hij. Met zekerheid, zonder enige twijfel. Dat alles wat in de wereld en in de hemelen wordt aanbeden, dat dat alleen maar Allah azza wa jalla gerechtvaardigd is. Dan zegt hij, ashhadu anna Muhammad rasulullah, bi annu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhdhab. Dit zeg maar, deze woorden worden algemeen herhaald. En deze zijn eigenlijk het meest duidelijke. Eigenlijk geeft alles iedereen die maar iets fout doet met de Nabi sallallahu alaihi wasallam, of ze gaan overdrijven of iets in een andere richting, die wordt hiermee belegd. Want daarom zegt hij ook dus Muhammadun Rasulullah, Muhammad is dus de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam. Hij is een dienaar, hij wordt niet aanbeden. En een boodschapper, en hij wordt niet verloochend. Daarom zie je dus iedereen, dus bepaalde moslims zijn te ver gaan. Uiteindelijk zijn ze hem gaan aanbidden. Dit kan niet, hij is alleen maar een dienaar en hij dient niet aanbeden te worden. En hij is een boodschapper die niet dient verloren te worden. En hij dient gevolgd te worden in hetgene wat hij zegt en wat hij doet. En dan zegt hij, bel yuta'an wa yattaba'. Hij wordt gehoorzaamd en wordt gevolgd. Gehoorzaamd in hetgene wat hij zeg maar, aan daden aan jou heeft gegeven en wat jullie moeten doen. En je wordt volgt hem in hetgene in de weg die hij bewandelt. Richting Allahu Azza wa Jal. Sharrafahu Allahu bil'ubudiyah. Hij zegt Allah Azza wa Jal heeft hem bevoordeeld met al-ubudiyah. En al-ubudiyah zoals Sheikh Uthaymeen aangaf in zijn uitleg op Kitab al-Tawhid zijn dit drie soorten. A'budu al-ubudiyah. De hoogste vorm van al-ubudiyah en dat is een Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft de hoogste vorm van ubudiyya. Daarna de tweede is zeg maar al-ghassa. Hij wil al-ghassa. Dit was, eerste was al-ghassa. Deze is al-ghassa. Yani dat is in het algemeen ibadih al-mu'minun. Dat is ook ubudiyya. Hebben een ubudiyya dat zij Allah azza wa jalla aanbidden. Maar niet een hoge vorm dat zij niet perfectie daarin bereiken. En daarna heb je eigenlijk een algemene waar zelfs ongelovigen in vallen. Al-ubudiyya dat zij de wetten en de regels volgen van deze universele wereld. Jij niet als het werk wat hun doen, het leven wat ze eten, wat voor rizq ze krijgen en wat ze doen, dat valt allemaal onder één leidraad dat Allah azza wa jalla heeft voorbeschikt en heeft zeg maar, voor ons vastgepland. En alles loopt volgens deze wet. Als je dus deze wet volgt, dan is dit sowieso, daar kan niemand onderuit. En dat is zeg maar al-ubudiyya al-amma. ودليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ديز آية ديست آية في سورة الفرقان زخت dat gezegend is degene die de Furqan wat de Koran is heeft nedergezonden op zijn dienaar abdihi. En dit is specifiek alleen voor hem. Hij wordt alleen maar als specifiek hier genoemd. En daarom noemen ze dit
dat hij specifiek, zeg maar, in een bepaalde vorm, eigenlijk de hoogste vorm van aanbidding, heeft bereikt. En hij zegt... En hij zegt, وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهُ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. De volgende gaan we gelijk verder met de volgende stuk, zeg maar. En dat heeft te maken met de Salatu Ibrahimiyya. De Salatu Ibrahimiyya, de vraag is, is dit een rukn of niet een rukn? Volgens de Hanabila is dit een rukn. En specifiek alleen bij hun. De rest ziet het als een dua die je dient te doen, maar niet per se als een rukn. En dat heb ik natuurlijk over de Malikiën, de Hanafiën en de Shafiën. Maar als het gaat om een Hanafiën, dan zien dit deze specifiek als verplicht. Je mag niet, zeg maar, deze laten. Omdat, zeg maar, ook in de hadith die overgeleverd is, dat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd over, dat zij we weten nu hoe wij as-salam moeten, zeg maar, hoe moeten wij as-salah zeggen. Waardoor, zeg maar, hun wisten van, oké, het is dus, de Hanabi zei dus, daardoor is het dus verplicht dat jij dus de Salat Ibrahimiyya doet. Verplicht. Laat men deze, is zijn Salat niet geldig. Voornamelijk bij de Hanabila en Wallahu A'lam, is de Adilla lijken wel, zeg maar, dat dit is het juiste is. Daarom zegt ook in de hadith zelf, zoals in Sahih Bukhari staat, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ فَقَالَ كَيْفَ قال قولوا اللهم صل على محمد تط عند فند حديث deze hadith is dus in Sahih Bukhari staat, wordt dus gedaan als gebruikt als bewijs dat jij dit moet verrichten. Dit een rukn is en een verplichting die jij dus dient te doen. قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Je vraagt dus met deze salat, salat is als eerste belangrijk is om te weten dat dit de prijzingen van Allah Azza wa Jal zijn. Bij degene die in zijn buurt is. Dat wordt mij bedoeld met salat. Salat is ook niet, zeg maar, dat die zie je vaak niet eens terug. Maar salat in specifiek is dat je vraagt, zoals Abu Ali rahimahullah zei, zoals Imam Bukhari rahimahullah in zijn sahih overgeleverd, dat het noemen of zeg maar, het prijzen van de persoon bij degene die in zijn aanwezigheid is. Dat is, zeg maar, de salat. Je vraagt dus de salat, dat Allah Azza wa Jalla dus hem gedenkt en hem prijst hetgene die bij hem in bijzijn is, dat Mohammed zal zijn wordt geprezen en zijn aal Mohammed. Aal Mohammed is de vraag, wat wordt precies mee bedoeld? Het sahih, er zijn hier drie meningen over en het sahih is dat het zijn volgelingen zijn. Zijn volgelingen. Omdat dit is, zeg maar, duidelijk wat de bewijzen ook aangeven. Waaronder ook, zeg maar, de aya dat Allah Azza wa Jal wa dakhulu ala fir'auna ashad al-adab. Yani ala fir'auna. Ala fir'auna. Is wordt hiermee bedoeld de familie van Fir'aun? Gaan alle familie van Fir'aun naar Jahannam? Nee. Walakin zijn volgelingen wordt hiermee bedoeld. De volgelingen van Fir'aun. Dus daarom weten we dat al wordt mee bedoeld. Yani, daar wordt mee bedoeld de familie. Daar wordt mee bedoeld bij de volgelingen. Kama salita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Zoals jij. Dus dat jij de Ibrahim hebt geprezen. Jij bent degene die geprezen wordt en wordt geweldigd. As salatu min Allahi thanau ala abdihi fi malal a'la. Toen kwam hij precies met het woord ook die Abu Ali rahimullah heeft gezegd. En dat hij zei, as-salat, wat is dat? Is is zijn prijzingen op zijn dienaar of fi mala al-a'la. En niet voor de hoogste groepen van mensen, of hoogste groepen scheppers die in zijn buurt zijn. Daarna zei hij, waqil al-rahma. En er werd gezegd, al-rahma. En dit is niet sahih. Het is, zeg maar, de salat is niet rahma. Het is nog meer dan rahma, maar rahma specifiek is het niet. Omdat Allah Azza wa Jal in Surah Al-Baqarah heeft daar een verschil gemaakt. Als ik even niet vergis, moet ik even over naar de aya dat Allah Azza wa Jal zegt. Alikul ihaal, het is meer van het grote, maar de aya staat in Surah Al-Baqarah. En zeg maar dat daar Allah Azza wa Jal een verschil maakt tussen de salah en al-rahma.
والصواب الأول كما قال محمد عبد الوهاب رحمه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ومن ملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء أصدقات أم الصلاة heb je dus een bepaalde betekenis daarvan. In de betekenis bij Allah hebben we gehad. De betekenis bij de malaïka, als er wordt gezegd dat de malaïka, yusalloon, dat was zo dat hun de salah verrichten, dan wordt het bedoeld dat hun vragen om vergiffenis. En als het gaat om zeg maar, de mensheid op zich, dan wordt de salah mee bedoeld, yani, wordt er mee bedoeld het dua. En de salah in het algemeen heeft drie betekenissen. Zowel taalkundig, dat is dus het dua, dat jij smeekbeden verricht. Daarna als tweede heeft dit een algemene betekenis bij de fuqaha. En dat is zeg maar als bekend, het gebed die wij kennen. En het heeft zeg maar een betekenis in het algemeen ook zeg maar, dat is salah, is dus daarnaast het dua. Dus dat is in de taal afan. En dat zeg maar, allebei dat betekent dus dat hun, in elke situatie is dus een bepaalde heeft dus een bepaalde betekenis. Dit zijn zeg maar dus, hebben we nu 13 gehad. Als laatste, zeg maar datgene wat we zeg maar het laatste hebben, is natuurlijk ook, als van de arkaan, is de teslim. Laatste is de teslim. En men moet natuurlijk de salam verrichten. En als men dit niet verricht, dan is men, heeft men zeg maar de salah niet gedaan. Dus de vraag, hoe in precies gaat de teslim? En heb ik het in specifiek over niet hoeveel we teslim moeten gaan doen. Maar moeten we één doen of moeten er twee? Het sahih van de aqwal ulama is dat het er twee zijn. Want het is overgeleverd dat de Nabi sallallahu alaihi wasallam maar marrateen. Maar één keer aan de rechterkant en één keer aan de linkerkant. Dit is zeg maar ook de mening van de Hanabila. En de meeste andere ulama zeggen dat het verplichting één is. Waaronder ook de Malikiyah. Die zeggen dat het één keer is. Dus als je bijvoorbeeld naar Marokko bent geweest of iets in richting, zie je zeg maar bijvoorbeeld dat hun één keer teslim doen. En niet meerdere keren. Dit omdat dit met het Malik is en ook andere madahib. Walakin het sahih volgens de adilla, wallahu a'lam, is dat het meer is dan dat en dat het alle twee is. Dat men alle twee hoeft te verrichten. Dat betekent ook dat het de salah pas geëindigd is als de imam of iedereen, de imam, twee keer de teslim heeft gegeven. Dat betekent dus ook, als jij nog een rak'a moet inhalen, dat je niet moet opstaan totdat hij het allemaal met beide klaar is. En dat is wat veel mensen kunnen vergeten. Is dat als zij, als de imam de teslim doet, wordt er alleen maar die zien en ze staan al op. Je moet wachten tot de imam klaar is met zijn gebed. Dan pas mag je omhoog gaan. Als je mening bent dus één teslim, dan moet je de eerste met de eerste klaar is. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan kun je opstaan als je de mening van twee, wat ook een sahih is. Omdat dit overgeleverd is in de Bisas, omdat hij altijd met twee deed. Dat zeg maar, dan zeg maar, de tweede en dan pas opstaan. En niet eerder dan dat. Dit zijn zeg maar de zaken zeg maar, als het gaat om de fundamenten. We hebben dus nu 14 fundamenten gehad waar je aan moet houden. En dit zijn eigenlijk, de meeste zijn wel bekend, maar het gaat erom, wat nu komt is eigenlijk een van de belangrijkste stukken zeg maar. Als jij een van deze dingen vergeet, dan moet je dit uiteindelijk of je salah helemaal opnieuw doen, of een rak'a opnieuw doen. Je mag dus dit niet vergeten. Als we zeg maar dan daarna, gaat hij verder met het laatste stukje. En dit doet hij eigenlijk in een hele korte manier. En hij zegt dan, de verplichte, hij zegt, وَقَوْلُ wajibat الثَّمَانِيَةِ. Hij zegt, er zijn 8 wajibat. 8 verplichtingen. Wat is dus het verschil? We hebben nu voorwaarden gehad. Wat is precies een voorwaarde? Wat is nu precies een voorwaarde? Wat heeft hij gehad? Die 9 voorwaarden hebben we gehad. Shorot. Wat zijn dat? Nee. Maar wat is de shorot? Waar gaat het over shorot? Wat is het verschil tussen een shorot, een arkaan en een wajibat? Wat is het verschil tussen voorwaarden en zuilen en zeg maar Ja, niet moet in de hele tijd moet aanwezig zijn. Dat zijn de voorwaarden.
Alaykum salam, rahmatullahi. Als men de zuilen hebt, wat is dat? Wat zeg maar dat? Een zuil? Rukken. Nee. Maar wat is de rukken? Wat is de rukken? Nee. Wie gaat hem vertalen voor hem? Als jij niet met die zuil komt, dan is jouw gebed ongeldig. Nu gaan we met het wajibat. Als iemand dit verricht, hij vergeet dit, dan is zijn salat niet, in principe is dit niet batel. Dan betekent niet dat zijn salat ongeldig is. Maar als hij het expres doet en expres laat, dan is het wel ongeldig. En dat is het grote verschil met het wajibat. Het is ongeldig als je het expres doet, maar als je het vergeet, dan kun je het nog recht breien, als je het zo kan zeggen. En dit zijn zeg maar acht verplichtingen. Als eerste, jami' takbirat ghayra takbirat al-ihram. Alle takbirat zonder takbirat al-ihram. En dit is ook specifiek bij Hanabi en niet bij andere madhahib. Dat jij elke takbir die je doet is een wajib. Elke takbir is een wajib. Dus als jij zegt takbirat al-ihram, is die wajib? Nou, die fard, dat is een verplichting. Hebben we gehad in het begin, dit is een zeil. Als je die vergeet, is je salat niet geldig. Maar als jij bijvoorbeeld, na de ruku' en je vergeet om Allahu Akbar te zeggen, en je bent al zeg maar bij de ruku', wat is het dan? Is je salat ongeldig? Nee, je bent vergeten. Dus je salat is niet ongeldig. Zolang jouw zeg maar, jouw wajibat zeg maar, dat zeg maar deze dien je daarna nog sujud zo te verrichten. En daar zullen we zo nog iets bij stilstaan. Dus alle soorten takbirat die je moet doen, die zijn dus een verplichting. Die moet je mee komen, maar als je het vergeten bent, is het niet een groot probleem. Daarna wordt qawl subhan rabbil azim. Waar zegt men subhan rabbil azim? Voor ruku'. Dat is deze woorden die je zegt, die zeg maar zijn ook van de verplichtingen. Als je deze laat, dan is het zeg maar niet erg. Daarnaast wa qawl sami'a Allahu liman hamida lil imam wal munfarid. Hij zegt daarnaast wa qawl sami'a Allahu liman hamida. Wanneer zeg je dit? Als je zeg maar omhoog komt, zeg jij sami'a Allahu liman hamida. Als je dit vergeet, dan is het een wajib, en dat is zowel voor de imam als de munfarid. Imam al-Munfarid. Waarom zegt hij hier Imam al-Munfarid? Waarom zegt dat hij specifiek is voor de imam en degene die alleen bidt? Omdat degene die achter de imam bidt, die hoeft geen Sami' Allah liman hamida te zeggen. Want wie zegt dat? De imam zegt dat. En hun zeggen dan Sami' Allah liman hamida. Dan zeggen de mensen achter hem Rabbana wa lakal hamd. Klaar. Dus dan is het niet zeg maar dat je hoef je dat niet te zeggen. Maar het gaat in specifiek voor de imam en degene die alleen bidt, die moet Sami' Allahu liman hamida hebben gezegd. Dan zegt hij qawlu wa rabbana wa lakal hamd. Linkul. Hij zegt dus ook deze woorden rabbana wa lakal hamd, als je omhoog bent, deze zijn een verplichting. Wa qawl subhan rabbil a'la, als je in sujud bent. Hij zegt wa qawl rabbi ghfirli bayna sajdatayn, of in ieder geval dat je iets hebt gezegd bayna sajdatayn. Dat je iets hebt gezegd is een wajib. Ben je verplicht om te zeggen. Deze dingen zijn allemaal specifiek, ongeveer mijn uitkorp, zijn dus al specifiek met madhhab al-Hanabila. En de rest zijn we niet van mening dat dit onder het wajibat zijn. Walakin as-sahih, wallahu a'lam, dat deze min al-wajibat zijn. Wallahu a'lam. Daarnaast, zeg maar als laatste, het laatste twee, wa at-tashahhud al-awwal. De eerste tashahhud. Als men de eerste tashahhud klaar is, of in ieder geval niet is vergeten, Abu Afwan, als hij dus de eerste tashahhud is vergeten, dan is zijn salah geldig, maar dient hij sujud dus zo te verrichten. Wal julusu lahu. En ook de zitting daarvan, als men bijvoorbeeld niet heeft gezeten, ik zou niet echt voor kunnen stellen dat jij niet de tashahhud en de zitting, dat je die allebei, dat je die niet kunt doen, dat je wel de tashahhud hebt gedaan, maar niet de julus hebt gedaan. Welkin, deze zijn zeg maar zijn verplichtingen en dit zijn de acht verplichtingen waar jij aan dient te houden. Als je dit dus vergeet,
dien jij sujud as-sahw te verrichten. Wat is sujud as-sahw? Sujud as-sahw is eigenlijk dat jij de twee knielingen voor vergeetachtigheid. Als je iets fout hebt gedaan in jouw salah, dan moet jij dus het recht zetten. Als je iets te veel hebt gedaan, je hebt twee rokoa's gedaan, je hebt teslim gedaan na twee raka'ats en je bent weer opgestaan en je zegt weer Allahu Akbar. Je bent zeg maar, je bent iets van deze wajibat vergeten of iets in die richting. Iets van in de salawat. En sommigen zeggen zelfs als je een sunnah bent vergeten, dat jij zeg maar dan nog zelfs de sujud as-sahw kan verrichten. Zoals in de boeken van Hanabiya staat. Dat jij dan sujud as-sahw verricht. Dat jij twee keer knielt. Of voor de salam of na de salam. Dit zijn zeg maar een van die dingen. Dan zo zet je het recht. Als men bijvoorbeeld, hij bidt twee rakaat, dan doet hij teslim. Dan zegt mensen, je hebt maar twee rakaat gebeden. Je moet er meer bidden. Dan dient hij op te staan, zijn salat af te maken. En uiteindelijk als laatste moet hij sujud as-sahw verrichten. Dan dient hij deze twee knielingen te doen. En dan heeft hij zichzelf recht gezet. Als je het zo kan zeggen. En ook als hij dit vergeet. Het belangrijkste is, maar wanneer is het nou voor of na? Het is geen probleem of je het nou voor doet of na doet. Als jij bijvoorbeeld iets vergeet en je doet dit na de salam. Of je doet iets meer en je doet dit voor de salam. Dan is het geen probleem. Want ik in de sunnah, en er is een hele grote, elke madhhab heeft zijn eigen mening hierin. En de sunnah wallahu a'lam, volgens de adil, als je kijkt naar hoe Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud as-sahw verrichtte, is het zeg maar dat het allebei is overgeleverd, zowel voor en na. En dat de juiste wallahu a'lam mening, als ik niet vergis, was dat madhhab al-Maliki, was zeg maar dat als jij iets vergeet, dat je het voor de salam doet, en als jij iets meer hebt gedaan, dat je het na de salam doet. En dat is de mening van imam Malik. En dat is wallahu a'lam de juiste. Als ik niet vergis is dat Malik. Het kan ook van het Hanabi zijn, maar dat is de juiste. Al-Istami' alayhi al-Adillah. Als laatste wat hij noemde is eigenlijk hetgene wat we eigenlijk al elke les hebben gehad. Is dat hij zegt: Qawlu fal arkan ma saqata minhu sahwan aw amdan batulat salatu bi tarkihi. Hij zegt: zuilen of zeg maar fundamenten zijn als je dat. Deze laat vallen of zeg maar deze niet doet wegens vergeetachtigheid of expres, dan is jouw salat niet geldig. En daarna wal wajibat masaqat minha amdan batalat salatu bi tarki. En hetgene wat je, het is een verplichting die je doet en die je niet doet, als je die expres doet, vergeet, dan is jouw salat niet geldig als je deze laat. En als jij sahwan vergeet, als je het uiteindelijk vergeet, dan Jabbar al is sujud as-sahw. Dan dient hij sujud as-sahw te verrichten. Nou heb ik nog één mesel en daarmee is eigenlijk geëindigd het hoekje. Als iemand, hij bidt en hij vergeet tashahhud al-awwal. Vergeet tashahhud al-awwal. Als eerste, volgens de mening die we dus net hebben gezegd, dient hij dan voor de salam of na de salam sujud as-sahw te doen? Voor. Hij doet dus voor de salam sujud as-sahw te verrichten. Hij vergeet het helemaal. Voor de salam. Mag hij dan nog na de salam? Mag nog na de salam. Maar hij vergeet die ook. Als hij herinnert. Als hij herinnert. Oké. Na de salam herinnert. Hij herinnert niet meer. Hij is naar huis. Dan herinnert hij zich weer. Wat moet hij doen? Uiteindelijk. Wat zeg maar. De mening. Juist de mening van Allah. Zoals ik zag. Dat zich mijn best antwoordde. Op dat moment. Mughayyir. Hij is vergeten. Ben je toch klaar? Laat u aangeven in Nasina Wachtana. Dat is wat we vergeten zijn. En wat we zeg maar fout hebben gedaan. Hij zegt: als je fout dan op dat moment. Je kan het doen. Je mag het doen. En het beste is te doen. Zodat je buiten de gilaat komt. Maar als je het zeg maar vergeet. Dan is het ook niet verplicht. Als je het dan vergeet en niet doet. Dan is het geen probleem. Walakin, je dient altijd zo te verrichten. En dat is eigenlijk het boekje van de Shurut Sarah. Wallahu A'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين